kerst- en nieuwjaarsvakantie achter de rug. Ook in Knokke-Heist is dat allemaal gelopen zoals het moest lopen. Light Art was daar, shopping was daar en nog zoveel andere dingen. We gaan toch even ons licht opsteken bij Eerste Schepen Piet de Grote. Schepen eerst en vooral de beste wensen uiteraard. Maar ik kom op mijn vraag terug. Of ik wil hem even benadrukken. Is alles vlot gegaan? Eerst en vooral ook mijn beste wensen. En ik denk nog meer dan andere jaren. Toch benadrukken voor iedereen een goede gezondheid, voor onze inwoners, voor onze tweede verblijvers, toeristen, dat iedereen in 2021 gezond mag blijven en vaak naar Knokke-Heist komen, zij het op een veilige manier. Ja, wat betreft of alles goed verlopen is, kan ik u melden dat er geen noemenswaardige problemen zijn geweest in onze gemeente. Dus proficiat ook aan alle inwoners, aan onze bevolking, aan tweede verblijvers, dat ze zich aan de maatregelen gehouden hebben, toch 99% mag ik zeggen. Want er zijn zo goed als geen problemen geweest. De politie heeft niet veel oproepen gekregen. Wel is er rond bij oudejaar, van oud naar nieuw, heeft iedereen wel kunnen merken als men buiten stond in zijn tuin of het raam opendeed, dat er wel wat knallen van vuurwerk konden gehoord worden. Maar dat was zeer beperkt in onze gemeente. En het grootste vuurwerk die werd afgestoken was blijkbaar dan nog vanuit Nederland, waar het uiteraard ook verboden was, maar was niet in onze gemeente. Knokke-Heist was op een bepaald moment op slot of was toch verzadigd? Ja, Knokke-Heist is niet op slot geweest, maar inderdaad, het laatste weekend, zaterdag en zondag, was het zeer druk in Knokke-Heist. Traditiegetrouw is de tweede week van de kerstvakantie altijd zeer druk. Heel veel tweede verblijvers zijn hier. En natuurlijk, tijdens de momenten dat het iets beter weer is, komen ze dan ook naar buiten. En zaterdag was volgens de druktebarometer Knokke-Heist aangeduid als zeer druk langs de Belgische kust. De enigste gemeente trouwens waar het zeer druk was. Maar alles was doenbaar. En de politie heeft niet moeten ingrijpen, de veiligheidsdiensten ook niet. De sfeerbegeerders hebben alles in goede banen geleid. Maar er is wel via bepaalde media is er wel opgeroepen geweest om vanaf rond 3 uur om niet meer naar Knokke-Heist te komen, omdat er toen al heel veel volk was. Een goede voorbereiding, dat is alles, hè? Ja, ik kan zeggen, we hebben ons zeer goed voorbereid op alle mogelijke scenario's die er kunnen zijn. En we hebben gelukkig niet moeten ingrijpen door mensen te weigeren in onze gemeente of door mensen af te leiden naar andere gemeenten en dergelijke. Dus het is heel goed verlopen. En ik denk ook dat nu met de solden die er komen of die er al zijn, dat dat niet voor noemenswaardige problemen zal zorgen. Oké, dat was de terugblik. We gaan ook even vooruitblikken. Knokke-Heist 2021. Wat staat ons te wachten? Ja, hopelijk allemaal een klein beetje terug naar het normale, maar we weten het niet. Hopelijk ook niet te veel meer naar het normale. Want ik denk dat COVID-19, wat er gebeurd is, ons allemaal aan het denken gezet heeft. Dat we toch op een andere manier gaan moeten beginnen leven. Op een andere manier moeten beginnen denken wat we gaan doen. En wat het gemeentebestuur betreft gaan we daar ook rekening mee houden. U weet al dat het gemeentebestuur beslist heeft om heel veel evenementen nog te laten doorgaan, maar op een andere manier, kleinschaliger. Om maar één voorbeeld te geven, Knijstival. Voor alle duidelijkheid, Knijstival blijft bestaan. Het krijgt enkel een nieuw kleedje. Het zal iets kleinschaliger zijn en het zal ook op een aantal dagen gebeuren en niet meer op 10 dagen. Maar natuurlijk, wat we gaan kunnen doen op cultureel vlak, sportief vlak, evenementen, dat hangt af van de federale maatregelen. En zolang deze niet versoepeld zijn, kunnen wij natuurlijk ook verder geen beslissing nemen wat wel of niet kan doorgaan. Kleinschaliger, maar moderner en vooral niet oudbollig, hè? Ja, uiteraard. Wij zijn mee met onze tijd. Wij wensen vooral kwaliteit te bieden aan onze tweede verblijvers, inwoners uiteraard, en ook de bezoekers, maar toch niet meer van die massa-evenementen waar duizenden mensen naartoe komen, waar alles door verkeersopstoppingen alles vol zit. Ik denk dat dat geen kwaliteit is en dat de mensen daar ook niets aan hebben. Nog de inwoners, nog de handelaars. Ik denk dat het veel beter is dat alles op een gespreide manier kan gebeuren. Dus kleinschaliger, maar veel fijner en met veel meer plezier.
Schepen, bedankt voor deze boodschap. We kijken samen opvoluit naar 2021. Dank u.